En superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Hoe Word Ik. Ik ben onderweg, samen met Quinty, naar Den Helder. Dat ligt helemaal boven in Nederland, echt een pokken eindweg. En daar speelt vandaag een musical, namelijk Brugklas de Musical. Ik heb hem stiekem al gezien en hij is echt te gek. En ik ken natuurlijk iedereen die in Brugklas de Musical speelt. Supergoed. Dus ik heb Niek een berichtje gestuurd van goh, mag ik misschien een keertje langskomen? Nou, Niek heeft niet gereageerd. Dus ik dacht, YOLO, we gaan gewoon heen. We zien wel of we binnenkomen. Want, nou ja, jullie kennen me ondertussen heel goed. Ik ben niet voorbereid, ik heb geen kaartje. Het is uitverkocht. En zo. Dus het wordt weer naar binnen sneaken. En overal onderdoor en overheen kruipen. Dus wens me succes. Gezellig dat je kijkt. We gaan er weer voor. Brugklas, de populaire serie van de Nederlandse tv, komt naar het theater met een eigen musical. Hé hey Mas, heb je al een video gezien van jouw klikker? We horen het verhaal vriendelijk. Nou ja, wie heeft dat opgezet? Musical. Ik wil het verhaal. Dit is toch superleuk? Ja, ik moet er nu al om lachen en ik wil het heel graag in het echt zien. Zelf ben ik niet zo goed in musical spelen, maar het lijkt me echt te gek om dit een keertje achter de schermen mee te maken. Dus ik zeg, let's go! Ik ken Niek natuurlijk al super lang en super goed. Ik stuur hem gewoon een appje en misschien zegt hij, kom gezellig langs. Dus hier, chat met Niek. Ik ga hem gewoon een berichtje sturen en hopen dat hij binnen nu en een half uur reageert. Want anders heb ik echt een probleem. We zijn er dus, tenminste volgens TomTom. Ik zie alleen maar boten, kranen en ik heb dus geen idee of het hier wel echt is. Het is super afgelegen, wel heel mooi trouwens. Dus ik denk dat we maar gewoon een beetje die kant op moeten lopen of zo. En dan zien we het wel. Ervoor zorgen dat de bewaker ons niet gaat zien. Als er bewaking is. Als er bewaking is. Oké, want anders zijn we echt de lul. Ook zie daar wel iets van ingang of zo. Maar het is wel mevrouw. Zullen we gaan proberen? Ja. Gewoon heel sneaky? Ja, dus nooit gaan we kruipen. Oké. Oké, kom. Oh, ik zie ook een meneer in een pak. Shit. Straks is het echt bewaking. Ik vind het zo spannend. Normaal gaat het via een achteringang. Waarom doen we nu de hoofdingang? Hoe is dat? Doen we dit? Gaan we op zoek naar de kast. Oké, we zijn dus nu binnen. Hier is het toneel, daar gaan we dus echt niet heen, want straks zitten er al mensen of zo. Dus we gaan nu op zoek naar een deur. Een vet coole deur. Het is een spiegel, dus nu gaan jullie Quinty ook zien. Ja. Oké, kleedkamers voor de artiesten. Hier is dus backstage voor het toneel. Achter het toneel. Dat gaan we echt niet doen, straks zijn ze er. Wat doe jij hier, Femke? Ik heb helemaal geen kaartje. Ik zit gewoon even rustig voetballen. Ja, maar als je gewoon reageert op je app. Luister schat, we hebben dezelfde manager. Je had gewoon Gerard kunnen appen en zei ze, hey, geef me even een kaartje. Wat doe jij hier backstage? Ja, ik wou gewoon super graag even een keer binnenkomen kijken. Ik heb het al gekeken en ik vond het zo'n gaaf show en ik wil zo graag weten hoe dat dan backstage allemaal gaat. Nee, dat mag niet. Alsjeblieft. Terug naar Leeuwarden. Of Friesland. Of uit de Hoorn. Tijdje Hoorn. Tijdje Hoorn. Zo close. Nee hoor, schat. Hoi, welkom in ons prachtige theater. Ja, we mogen wel mee. Kleedkamers, artiestenfoyer. Nou ja, we gaan er maar even heen. Oké, cool. Heb je boodschappen gedaan? Ik heb even boodschappen gedaan. Ja, de cameravrouw mag juist. Dat is wel lekker. Oh, daar is de rest. Hey. Jongens, Sølke Meijnes is hier. Ze heeft geen kaartje. Maar ze doet alsof ze een kaartje heeft. Het is echt heel raar. Oh, daar is helemaal. Hoi, alles goed? Ja, met jou? Ja, heel goed. Ik zal me voorstellen. Ja, hoi. Ik ben Femke. Jari. Hoi. Heb je zin in de show? Ja, heel veel. Mooi, een heel mooi theater. Heel dus dat cool. Is fijn. Maar ik heb de girls nog niet ontmoet, dus die gaan we nog even opzoeken. En ja, kleedkamers zoeken, denk ik. Oh, hier. Dat zijn ze ook niet. Kleedkamer 2 en 7. Hier komt wel heel veel geluid vandaan. Hey! Ben je er nou alweer? Ik ben er alweer. Oh, waar zijn die meiden? Meiden zijn daar. In de kleedkamer? In de kleedkamer, ja. Een knappe cameravrouw. Hallo! Hallo! Zeker! Hey! Ja, goed! Met jou? Hallo! Dat wil ik zien! Superleuk! Hallo! Hoi! Oh, wat leuk dat jij... Ja, jij hebt het al gezien. Ja, wij hebben elkaar. Maar super tof. Ja, ik ben dus stiekem binnengesneakt. Ik heb geen kaartje. Oké. En ik was dus vet als een spion naar binnen aan het gaan. En toen kwam ik niet tegen. Dus mijn hele plan is eigenlijk mislukt. Ja! Ik zeg, ga lekker je gang. Ik vermaak me hier. Leuk dit? Ja, heel leuk! We beginnen met een challenge van mij naar jullie. En ik ga het hand van jullie live vragen. Okay. Vraag nummer 1. Wie is het best voorbereid voor de show van de hele groep? Jari. Jari. Sowieso. Ja. Maar Jari is ook... Hij heeft een opleiding gedaan. Ja. Hij is gewoon echt een musical acteur. Hij zit denk ik naast je. Ja, jij toch wel? Nee, ik ben het. Oh. Nee. Jari heeft een hele opleiding gedaan. Dan de volgende vraag. Wees eerlijk, wie is dan echt het minst goed voorbereid? Dat hoeft niet slecht te zijn, hè, maar gewoon het minst. Minst goed voorbereid? Die is een beetje chaotisch. Oh, ik ben er iets vergeten. Oh, ik vergeet altijd wel een woord, een zin. Wel lastig. Iedereen is volgens mij is iedereen altijd wel geprept en zo, toch? Ja. Lekker. Mij iets lullig over mij. Wacht, ik weet wel iets. Nee, die heeft altijd wel, die stoeit altijd met de tafels. Wij moeten de tafels uit het decor halen. En de tafel van May, die wil niet echt heel vaak meehelpen. Maar dat ligt aan de tafel. Nee, of haar voorbereiding van de tafel. Wat deden jullie voor deze musical? Wat is jullie laatste opdracht of klus geweest voor deze musical? Ik heb Brugklas seizoen 8 gefilmd voor het laatst. Dat is echt 2 weken geleden dat ik mijn laatste draaidag ervoor. Dus dat is mijn laatste ding geweest. Ik heb in de zomer Project Gio gedraaid. Een speelfilm van Gio. En die we hebben gisteravond de première gehad. Ja, dus als jullie dit kijken, dan is hij als goed genoeg in de bioscoop. Ja, vanaf 5 december is hij in de bioscoop. Hij is echt allemaal heel grappig. Ja. Dus zeker doen. Ik heb Fit Girls gedraaid afgelopen zomer. Ja, dat was echt iets heel anders dan Brugklas. En ik vond het zo leuk. Ja, en met, hoe heet het, Joshua van Temptation, extra Temptation. Tia heeft een vriend. Of gaan we het iets vertellen? Ja? Ja. Superleuk. En heb je al lang vriend? En kennen we hem? Zeker! Weet jij dat niet? Ik heb een relatie met Nick. Hou op! Hou op! Nee, wacht, wist je dit echt niet? Jullie fucken nu even. Nee, ik heb het er helemaal warm van. Dus stop. Ik dacht echt dat ze me in de zeik namen. Ik dacht het echt. Ze hebben je ook in de zeik genomen. Doe niet. Er is niks tussen mij en bellen. Nou, ik weet er ook niet van af. Doe niet zo stom. Doe niet zo stom. Ja, dat... Nee, dit kan ik niet aan. Ze hebben jou letterlijk in de zeik genomen. Niet. Hebben ze dat serieus verteld? Wat is jullie ultieme droom? Nou, ik ben verliefd geworden op theater. Dat sowieso. Oh, ik dacht, nu ga je het toch vertellen. Nee. Ik ben verliefd geworden op theater. Ik ga trouwen volgend jaar. Nee, ik ben echt verliefd geworden op theater. Maar ik zou heel graag nog in een grote film willen spelen. En uiteindelijk, maar ook gewoon een hele mooie reis willen maken nog. Ik heb heel veel dromen. Ik vergeet altijd aan de toekomst te denken. Want ik ben dan aan het genieten van wat er nu is. En dan denk ik, oh ja, er komen ook allemaal dingen. Ja. Ja. Maar ja, voor mijn gevoel... is mijn droom al waar. Ik mag op theater. Ik mag van wat ik het allerliefste doe, mag ik me vastmaken. Ja. Elke klus is eigenlijk weer een droom uitkomt. Ja, echt een heel lief antwoord. Oh ja, nou ja, dat is zo. Dat is... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon nog wel heel graag zou willen reizen of zo. Of inderdaad, gewoon theater vind ik ook leuk. Maar niet echt één ding. Kijk altijd een beetje wat er gebeurt. Ja, heel graag in het theater staan. Ik zou heel graag ook een keer in een toneelstuk willen staan. Gewoon zonder te zingen. Een kasteel. En veel geld. Een kasteel, ja. Dat lijkt dus wel een droom. Maar hoe ik die ga bereiken, weet ik niet. Maar wie is dan altijd te laat bij die bus? May Hollerman. Ja, May Hollerman op 1. Oh, ik had mijn benen niet. Heb jij een vriendje? Ja, jij hebt een vriendje? Ja! 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 Ja, nu reageer ik zo. Dat wist ik ook niet. Oh, ik weet alles. Hè? Wat doen jullie dan precies als jullie gaan make-uppen? Ik heb geleerd dat je een primer en weet ik veel wat op moet doen. Ja, en je weet natuurlijk ook best wel veel als je denkt daar, toch? Ja. Omdat we brugklassers zijn ook wel een beetje natuurlijk houden, maar sowieso wel een beetje. Dus ik heb nu concealer en dan een beetje poedertje en dat. Dus dat we in ieder geval niet glimmen in het licht. Maar jullie hebben dus geen fysicisten, jullie doen het allemaal zelf. Ja, we doen het gewoon zelf. Maar dat is ook wel lekker. Alle markten. Ja. Nou, ik vind het wel lastig, hoor. Mis je ze wel? Ik ben altijd echt ontzettend aan het kloppen. Succes. En ik ga jullie straks bewonderen in de zaal. Oh, ja. Heel succes. En ik ben jullie grootste fan in ieder geval. Oh. Zaal. Het is super druk en er zitten echt al super veel girls en boys om te wachten tot het eindelijk de musical begint. Vet veel zin in. En wij, Quinty en ik, hebben ook kaartjes gekregen en gaan gewoon lekker de musical bekijken. Tijdens de musical mag er helaas niet gefilmd worden, maar speciaal voor jullie heb ik de trailer geregeld. Dus wij gaan de show lekker bekijken. Jullie zien de trailer en dan zie ik jullie na de show. Psst. Selma. Selma, hoe maak je een oud verhaal modern door muziek? Brugklas, de populaire serie van de Nederlandse tv, komt naar het theater met een eigen musical. Hey Max, heb je al die video gezien van jouw klikker? Behoorlijk vrouwenvriendelijk. Nou ja, wie heeft dat opgezet? Als niemand zegt dit moet anders, dan zullen alle foute dingen altijd fout blijven. Kom auditie doen, Bram. Nou, ik op het podium, dat lijkt me... doen. Alles wat er gebeurt in het eerste jaar van de middelbare school kun je nu van dichtbij meemaken in Brugklas the Musical. Ik wil het verhaal van Willem van Oranje vertellen, zoals het was. Ik wil niet dat dit het zoveelste mannenverhaal wordt. Alle meiden zijn het met je eens. Met castleden van de tv-serie. Iedereen ziet mij ineens als een enorme seksist. Zelfs mijn vriendin, terwijl ik heel feministisch ben. Oh, ik dacht dat het was omdat we vrienden waren. Ineens staat de hele school op zijn kop. Zit jij achter klikker? Over 3 weken is het al première, hè? Aanslag dan! Ja! Nieuwe school, lange gangen. Klamme handen, rode wangen. Handen schudden, namen leren. Ik draag vandaag die stomme kleren. En laat de vlinders een tas vol boeken. Je moet verliezen, je draagslag kan zoeken. Je voelt je super klein. Brugklas the Musical. Kom je ook naar het theater? Dit was de show. Het was echt te gek. Ze doen het zo goed. En als het goed is komen ze uit deze deur. Het zou super lullig zijn als ze nu naar de andere kant komen. Ik hoor ze dus wel praten, dus we gaan gewoon even het podium op. Mijn broek gaat omhoog. Zo, voor jullie? Helemaal goed! Lekker! Ja, nee, dat was wel een lekkere show. Ik heb nog even het menu en meet and greet hebben. Ja, klopt. Dus dan gaan jullie nog met iedereen op de foto. Ja. Ook met jou? Ook met mij. Ja, leuk. Oké, dan loop ik mee. Gezellig. Waar moeten we heen? Hop, naar de meeting greet. Wat zij ervan vonden en of zij zichzelf een beetje vinden lijken op de brugklassers. Wat vonden jullie van die show? Heel leuk. Ja? Ja. En op wie lijken jullie nou het allermeest van de brugklassers? Zij zijn heel knap. Oh, ze is zo knap. Wij zijn allemaal heel knap. Wel, hè? Ja. En wat was het allerleukste stukje uit de musical? Als jullie nu even nadenken, wat vonden jullie het allergrappigste? Ja, ik vond het wel dat spontaan dat ze dan eerst met dat simuleringssteuntje. Oh, ja. Ja, steeds zo lachen. Oké, dan heb ik natuurlijk nog één allerlaatste vraag en dan laat ik jullie voor altijd met rust. Okay. Altijd. Kan ik met de informatie van deze dag nou een echte musicalster worden? Ja, nou ja, als je... Voel jij je ready? Ja? Ja, nou dan ja. Ik denk dat je dit kan.